Jos, misschien wel de verrassing van het Nederlands kampioenschap tijdrijden met je derde plek. In Breda, een 9,6 kilometer lange tijdrit. Wil je daar opnieuw voor die verrassing gaan zorgen? Goh, eigenlijk wel. Ja, normaal gesproken ben ik altijd wel goed in de tijdrit van de Eneco Tour. En dan wil ik daar kijken wat ik daar kan doen. Het is niet dat ik in de vorm verkeer van het voorjaar. Dus de vorm van het NK. Dus we moeten even kijken hoe het is. Heb je al echt nader naar die tijdrit toegekeken? Het is niet dat ik afgelopen week er al mee bezig was. Dat is wel eens anders geweest. Ik 4 jaar geleden werd ik tweede in de proloog en toen was ik er al echt mee bezig. Waarom is het eigenlijk dat je daar niet speciaal naartoe kijkt? Want het is wel iets wat jou moet liggen. Nou, mijn beste tijdrit heb ik gereden als ik daar zo mee bezig was. Toen ik kampioen werd, toen ben ik als een maloot alles gaan voorbereiden zoals de grote tijdrijders het ook doen. En dat heeft toch wel bewezen dat bij mij niet werkt. En eigenlijk toen ik daarvan afgestapt ben ik ook weer betere tijdritten gaan rijden. Dus je zou mij gewoon vanavond en morgenochtend nog koffie zien drinken. Want die mannen die drinken al 7 dagen geen koffie meer. En dat soort kleine dingen, mentaal werkt dat niet bij mij. Dus het is eigenlijk bewust er onbewust mee bezig zijn? Ja, nou, nu ook het afgelopen NK. Ik ben er de dag van tevoren wel even gaan kijken. Maar voor de rest dacht ik gewoon kijken hoe de vorm van de dag is. En toen pakte het weer goed uit. En de week daarvoor ook in de ZLM Tour. Een aantal jaar geleden was ik er waarschijnlijk nog een keer naartoe gereden om dat te gaan verkennen. Maar zo is het goed. Het NK dat was rond 50 kilometer. Dit is nog geen 10 kilometer. Wat heb jij liever? Poeh, 20 kilometer denk ik zo, dat wel goed voor mij is. En prologen die lagen mij altijd wel goed. Maar dan ben je ook echt afhankelijk van de vorm, want dan moet je echt heel explosief zijn. Ik denk dat er nu niet in zit, maar... De lange tijdrit rij je alleen op het kampioenschap. Dus echt zeggen hoe dat is, weet ik ook niet. Mijn beste tijdrit internationaal gezien reed ik zo tussen de 20 en 30 kilometer.